festivefood nummer 1. Ik maak een gigantische burger voor 4 personen. Niet zo moeilijk, alleen een klein beetje voorbereiding thuis. Hier is de mega festiburger. Wat ik nu ga doen, moet je eigenlijk thuis op voorhand doen. We gaan de kip kruiden, aanbakken en die gaan we dan meenemen naar het festival. We beginnen met gerookte paprika, peper en zout. Olijfolie natuurlijk. Kip gaan we bakken. Het is heel belangrijk om de kip volledig gaar te maken en dan gaan we die meenemen in zo'n zakje, want ja, dat blijft niet heel lang goed, dus je moet dat zeker de dag zelf of ten laatste de dag daarna eten. Een rood ajantje dat we heel fijn gaan snijden en een tomaat. Een plastic potje om alles in mee te nemen. We gaan van onder de ajantjes doen. Om de groente langer bij te houden, gaan we daar azijn op doen. Dan wordt dat veel minder snel slecht. Een augurkje natuurlijk, dat kan niet ontbreken. IJsbergsla, goedkoop en blijft lang goed, ideaal voor festivals. Ziezo, alles in een doosje om je burger af te werken. Heel gemakkelijk om mee te pakken. We gaan de kip omdraaien. Uiteraard is die kip zo het lekkerste, maar wij gaan op een camping. Dus de kip in een plastic zakje. Het zakje natuurlijk goed toedoen, dat is beter voor in je rugzak. En zo weinig mogelijk lucht erin proberen te krijgen. We zijn aangekomen op het festival. Wat hebben we nodig? Een groot Turks brood, de kip, onze groentjes, een beetje kaas, ketchup, mayonaise, wat heb je geklust. En nu gaan we de kip 2 minuutjes opwarmen in de microgolf en de burger samenstellen. Op het festival hebben we natuurlijk geen messen, dus we gaan dat brood moeten openkrijgen met onze handen. Niet gemakkelijk, maar moeilijk gaat natuurlijk ook. Komt van pas, hè. Niks meer snijden, alles staat kant en klaar. Gewoon bouwen, hè. Lekkere warme kip, maar als je daar geen micro over hebt natuurlijk, is dat koud ook goed. Dan heb je geen burger, maar een broodje. Klein beetje kaas, dan maak je er direct een cheeseburger van. Een gigantische burger, ik geef toe, het is niet gemakkelijk om te eten, maar ik beloof je, als je vrienden je daarmee zien afkomen, met een paar pinten erbij, dat kan alleen maar tof zijn. Geniet ervan. Zijn je op donderdag 30 juni op Camping De Haai van Rock Werchter en wil je deze burger maken, maar is het een beetje moeilijk? Ik zal er zijn om u te helpen.